Een nieuwe lover uitzoeken om de apengroep in de dierentuin te vergroten staat in de kinderschoenen en is onderdeel van een groter onderzoek aan de Universiteit van Leiden. We're doing in this research is uh, having a touchscreen and showing uh, emotional faces of other apes. And we measured reaction times of those apes, how quickly they react when they see positive smiles or they see negative emotions. So, all we measured so far is that what we know is that the uh, apes get quicker and they react stronger when they see emotions. Het onderzoek verloopt by bonobo apen makkelijker dan by orange De bonobo's hebben twee jaar met één aanraakscherm geëxperimenteerd, maar de orang-outangs raken nogal snel in vervoering. Helaas uh, werd het, de, de touchscreen waarmee uh, de apen werken, die werd uh, helaas de tweede dag uh, al uh, gecrashed. <laughs> de onderzoekers zien tijdens de research dat apen elkaar razendsnel herkennen aan elkaars achterwerk. Ja, dus eigenlijk uh, misschien moeten ze maar wel een Tinder hebben met, uh, met billen in plaats van... Uh... Van gezichten. <laughs> Tinderen met knappe achterwerken of apenkoppen, het gaat werkelijkheid worden. Wat het fokprogramma voor dierentuinen een stuk makkelijker maakt. Maar dat zal volgens de onderzoekers nog wel een tijdje duren.